Hallo lieve kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij, Pascal Eense. Vandaag ga ik jullie rondleiden in mijn huis en dan laat ik jullie zien hoe ik woon. Nou, lieve kijkers, dit is de bijkeuken. Hier is nog niks speciaals, hè. Alleen dat de drempel die is een beetje vraagd. En zoals jullie net al zagen, is dit mijn kamer. Met een hoog-laag bed. Zodat ik makkelijker of moeilijker uit bed kan komen. En dan gaan we nu naar de keuken. Dit is mijn keuken. Hier is niet echt, ook niet echt iets speciaals. En ik heb ook een terras en zoals jullie kunnen zien heb ik heeft mijn vader een afrietje voor mij gemaakt zodat ik er zelf vanaf kan. En dit is mijn woonkamer, ook niet zo speciaal, maar als we in de woonkamer gaan eten, dan gebruik ik dit tafeltje, want anders kan ik echt niet bij me eten. En dan gaan we nu even naar de kelder. Ik kan zelf de kelder niet in, maar ik laat het wel even zien. En in de kelder woont mijn broer. Ja, klinkt gek, maar... Zo, en dan zijn jullie zeker ook benieuwd hoe ik douche. Want zoals jullie weten zit ik in een rolstoel. Nou, ik heb voor mezelf heb ik een douchestoel en daar ga ik mee op de toilet en daar ga ik mee douchen en dan ga ik in de douche zitten en dan ga ik in de douche zitten. En dan doucht mijn moeder en me. En soms ook iemand anders. En zo, dit was het weer. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog.
en abonneer je hieronder als je dat nog niet hebt gedaan. Doei!